Joep, wat was het zuurste moment van deze wedstrijd? Ja, vraag naar de bekende weg, vriend. Ik kan me voorstellen die laatste goal die valt, de gele kaart die valt. Ja, vooral de laatste goal. Ik bedoel, als je zo goed terugkomt en zo'n spel laat zien. En ik denk dat Vitesse de tweede helft helemaal niks te zeggen heeft gehad. Dan mag je die goal niet weggeven. Hoe zuur was het voor jou überhaupt om, je moest natuurlijk van de bank toekijken of van de tribune vorige keer. Hoe zuur is het dan of hoe lekker is het dan als ze dan doorgaan en dan deze wedstrijd überhaupt te kunnen spelen? Ja, dat heeft mij een heel goed gevoel gegeven. Ik was heel blij en ik weet ook zeker dat het uiteindelijk wel goed gaat komen. Want als wij met zo'n drive gaan voetballen en als wij alleen dan iets scherper zijn en iets beter met de kansen omgaan, dan denk ik dat wij 100% zeker deze wedstrijd moeten winnen thuis. Je klinkt als iemand die nergens aan twijfelt. Nee, ik twijfel ook niet, want je moet uitgaan van je eigen krachten. En natuurlijk, Vitesse heeft gewoon hele goede spelers. Maar we hebben denk ik vandaag gewoon heel goed verdedigd en weinig kansen weggegeven. Alleen, ik denk dat zij meer, ik wil niet zeggen geluk, maar het was niet echt een uitgespeelde kans van hun om de goals die zij maakten. En daarentegen speelden wij veel beter voetbal. Je klinkt niet echt onder indruk van dit Vitesse vanavond? Nee, zeker niet. Ik denk het niet. Ik denk dat wij gewoon heel goed hebben gevoetbald. En kijk, ik wil niet natuurlijk zeggen dat ze slecht zijn, want dat zeg ik helemaal niet. Ze zijn heel erg goed juist en ze hebben hele kwalitatieve spelers en ze hebben heel veel individualisten die een wedstrijd kunnen beslissen. Maar als je ziet hoe wij vandaag hebben verdedigd en hoe wij ze hebben geneutraliseerd, dan denk ik dat je gewoon veel meer verdient dan dit.